We zijn nu in het voorjaar. Alles groeit en ontluikt. Deze meimaand is een bijzondere maand in het jaar. Wij vieren 4 en 5 mei, herdenking van de doden, en 5 mei de bevrijding. Bevrijding is niet altijd vanzelfsprekend. Niet in het groot, maar ook niet in het klein in je directe omgeving. 11 mei vieren wij Moederdag. Eigenlijk is het een dag voor alle vrouwen. Vrouwen zetten zich in het huishouden, maar ook vaak achter de schermen. Ze zijn als vrijwilliger vaak betrokken in de zorg of in kerk en samenleving. Als zij er niet zouden zijn, zouden er een heleboel activiteiten niet ingevuld kunnen worden. Maar waar ik u echt op wil wijzen, is op een hele bijzondere vrouw die wij in deze maand extra vieren. Een vrouw die we wereldwijd vereren, maar ook dichtbij op een speciale plaats of ook wat verder weg. Maria is haar naam. Een vrouw die ons altijd bijstaat. Een vrouw die van eenvoud houdt. De vrouw die verschijnt aan een eenvoudig meisje, Bernadette. Bernadette kreeg de opdracht om van die plaats, die onbekende plaats, iets groots te maken. Lourdes. Een plaats waar jaarlijks zo'n 6 en 7 miljoen pelgrims naartoe gaan om Maria te eren, maar ook om haar te vragen, wensen neer te leggen en verlangens, en ook te bidden uit dankbaarheid daar aan die grot. Maria neemt een bijzondere plaats in ons leven. Maria is de vrouw die ons altijd bijstaat. Laatst was ik in Lourdes en een van de parochianen hier vroeg een kaars op te steken. En toen ik terugkwam, zei ze: mijn wens is in vervulling gegaan. Maria, de moeder van altijd durende bijstand, luistert. Zij verrast ons iedere keer op een bijzondere wijze, maar vaak op een andere wijze dan dat je zelf verwacht.